kom even hier zitten. Ik heb nog even. Nu, kijk, ik doe jouw dingetjes. Hoe zit jij eigenlijk? Want ja, dit is eventjes heel wat anders, hè. Maar hoe zit jij met de F5 en zo? Ik hou daar echt niet van. CIA die achter je aan zit, tenminste, ik denk het. Ik zag een aantal mensen sneaky op daken en steegjes en dergelijke. En dan zit ik hier. Er zijn ook heel veel mensen hier. Yo. Psst. Oh, daar ben je. Nice. Yo. Ja. What the fuck, man? Dit is een veilige plek, toch, op zich, hier? Een veilige plek? Dit is openbaar. Ben je gek? Ja, maar wie verwacht ons dan hier? Jij meldt mij dingen over dingen met CIA, alles. Ik weet hoe dat gaat met de CIA, hè? Ik heb maanden in Guantanamo gezeten. Jij gaat hier gewoon... Daarvoor ben je er ook hier, Duffy. Jij moet mij even een beetje helpen met tips en advies. Ja, gezien worden met iemand als David en Forrest word ik opgepakt, natuurlijk. Oh, jij bent momenteel wanted. Ik officieel nog niet. Nog niet. Misschien binnenkort wel. Wanted. Heb je een mooie outfit aan, trouwens, Duffy? Ja, maar hoezo wanted? Ik ben helemaal niet wanted. Oh. Nou, ik heb heel toevallig mijn mes en mijn pistool, ja, die heb ik tegenwoordig ook, die heb ik niet bij me hoor, die had ik ingeleverd eventjes bij Marnik, bij de El Pinkies, om veilig te zijn, want de CIA zat achter me aan, dus ik denk, ik moet het kwijt, ik zeg Marnik, loop ik, Marnik! En die heeft het goud bij hem neergelegd, en in de grot bij Marnik, zeg maar, zag ik dan Rotjochi, Duffy en dus David staan, op een postertje. En bij jou stond Wanted eronder. Dus jij wordt gezocht door de El Pinkies. Bij Rotjochi, Wanted. Dus David, not wanted. Ja, maar het is maar een gang wat zichzelf volgens mij zelfs superhelden noemt. Serieus te nemen met Wanted. Kijk, als jij bedoelt hoe ik uit Guantanamo ben gekomen. Ja, nou, daar ben ik wanted. Maar dat weet verder niemand. Dus mond dicht, oké. Ik weet niet. Misschien wordt hij wel afgeluisterd of wat dan ook. Maar wat heb je nou allemaal weer gedaan? Oké, in het kort. Ik was natuurlijk burgemeester van Greydale. Daar heb ik echt keihard mijn best gedaan. Dat ging echt supergoed. En toen in één keer kreeg ik boze e-mailtjes van mijn baas, Robert. Minister Binnenlandse Zaken, Robert VDM. Het is allemaal jouw schuld. En ik ga ervoor zorgen dat je nooit meer aan de slag kan bij een overheid. En slechtste burgemeester 2017. Dat soort dingen. Dus toen heb ik zoiets van, oké, fuck jou. En toen heb ik alle miljoenen uit de staatskas gepakt op de zesde dag van de week. En heb ik allemaal gestekt bij Martje in mijn doopje. Niemand die dat weet. En toen gewoon gedaan alsof mijn neus bloedt. La, la, la. En, David. Nee, wacht even, ik ben nog niet klaar. Ja, maar... En dat ging allemaal goed. Totdat de politie in één keer bij mijn huis in het DDG-gebouw kwam, zeg maar, in mijn doopje. Ze zei, meneer, meekomen. Dus ik ging mee. En ze hadden geen bewijs. Ik denk, sukkels, ze hadden geen bewijs. Want ik zei, dus vingerafdrukken gevonden op de kist. Ik zei, no shit, ik heb daar wekenlang gewerkt, vriend. Oh ja, dat is ook weer zo. Ja, de camera's die stonden ook uit. Ja, dat klopt, die waren in onderhoud. Dus ze hebben geen bewijs. Maar toen wist ik van, oké, ik ga je tonnen wel gezeik mee krijgen. Dus ik een wapen kopen bij Big Papa. Ja, dat was hem. Oh. Ja? En toen kreeg ik een belletje van Robert van, ja, je moet komen. Ik denk, nou, ik heb mijn wapens bij me, kan het schelen. En toen werd hij zo boos op mij, dat ik midden in het ministeriegebouw, zei ik, en dan is mijn patatjes dan even een pistool. Ik zei, wat zei je daar? En toen werd hij heel boos. En toen ben ik weggerend en nou ben ik hier. Ten eerste, David, ten eerste, ja? Kijk, ik ben ook minister geweest, ja? Ik had elke week de beschikking om meer dan 50 miljoen in mijn eigen zak te steken. Ja? De reden waarom je dat niet doet is omdat dat soort dingen altijd uit zullen komen. Ze zullen altijd een kastverschil merken, ze zullen altijd... Want je kan wel denken, oh, de camera staat dit en dat. Denk je echt dat bij elk gebouw in de straat, maar ook daar ook toevallig kamers uit zijn, dat je echt niet ziet lopen met al dat geld, wat dan ook. En in een ministeriegebouw iemand gaan bedreigen met een pistool? Er waren geen camera's. En ik vond Robert vind ik gewoon een sukkel. Maar eigenlijk wat je gezegd Even dimmen anders. Dan krijg je daar een taser in. Dan krijg je daar een taser in je nek. Je ligt op de grond te spartelen. Nou, even stil, ja? Die ken ik van een non-roleplay. Van mij heb je die gekregen van een hele vriendelijke vriend. Mond dicht, want jij brengt mij hier ook in gevaar, ja? Oh ja. Wat denk je dan? Denk je dan dat ze een burger die vervolgens, want voor mij ben je nu maar gewoon een burger of crimineel wat dan ook, denk je dat ze die gaan geloven of iemand van het ministerie die wordt bedreigd in het ministerie? Wat denk je nou zelf? Ik heb gezegd dat ik weet waar zijn huis is en dat zijn vrouw en kinderen en dat is dan zeg maar tegenover het CIA-gebouw hier in downtown. En ik heb gezegd, als ik CIA achter me aankrijg, dan gooi ik er een bom op. Een bom. Hoe wil jij aan een bom gaan komen? Zover kwam ik nog niet. Precies, want ik weet wel wie aan de bommen kan komen. Ik weet wel welke mensen hier in dit gebommen hebben. Jij bent hier allemaal aan het bluffen. Nee, ik ga... Nee. Duffy! Nee.
Luister, oké? Okay? Dat zijn geen slimme plannen, oké? Okay? Als crimineel, ja, moet je gewoon meer lelo zijn. Je moet af en toe dingen doen. Voordat ze het allemaal weer zien, moet je alweer weg zijn. Moet je gevlogen zijn. Je moet een soort van, ja, toch wel een speciale hideout hebben. Waarvan ze denken van, oh, dit ziet er nice uit. Nou, dat zou wel niks zijn. Nope. En in jouw geval, met al jouw miljoenen, wat je waarschijnlijk allemaal nu hebt meegenomen, weet ik wat allemaal. Ja, yeah, ik heb een huis in Greedale, waar ik als burgemeester zat. Maar daar, die houden ze natuurlijk in de gaten. En ik had ook een flatje in Cosmopolitan, die heb ik nog steeds. En daar was ik net, daar kwam ik zo'n beetje vandaan. En toen in één keer zag ik dat het afgesloten was. Weten zij nou in godsnaam dat ik een flat in Cosmo heb? Luister. Dat geregistreerd. En er stonden allemaal hekken voor, met onderzoek CIA. En toen ben ik weggerend. Toen kwamen ze in Atlanta, kwamen ze achter me aan. Maar die heb ik afgeschud. Luister, elke plek waar jij een huis hebt van jou, of plekken, of loods, of vrienden, wat dan ook voor je allemaal, ja, zullen allemaal onderzoekt worden. Ze zullen alles gaan onderzoeken. Waarom? Puur en alleen dat ze willen weten, waar ben jij, hoe laat ben je hier geweest, waar ben je daar geweest. En ik kan zeggen, ja, ik doe dit bij die en ik stoor dit bij dat. Ze komen uiteindelijk achter alles, want ze zien jou op straat met vanaf camera. Ze zien alles, ja. Oké, okay, dus het is eigenlijk, zeg jij, het is slim om dat vermiste geld, dat was iets van 4 miljoen, omdat zeg maar, want het ligt nou bij Martje, daar gaan ze dus niet zoeken, want het is niet van mij. Eigenlijk moet ik dat pakken en weer gauw ergens in een kist stoppen bij het gemeentehuis. Nou ja, kijk, je zou inderdaad denken, hè, als ik het daar zo verstop, maar daar komen ze achter. Luister, weet je, kijk, ik wil niet zeggen dat ik altijd alles goed doe. Ik heb natuurlijk wel een maand in Guantanamo gezeten, maar goed, ik wil niet zeggen door wie dat kwam. Niet door mij! Nee, precies. Maar luister, jij hebt meer iets nodig als een, zeg maar, een plek diep onder de grond. Ja. Waar veel water mee is, dus in een zee, waar je ook dus eigenlijk een soort van privé kerker hebt, waar je dus cellen hebt, waar je kisten, waar je dingen kan opslaan. Daar moet je die shit gaan verstoppen. Dat niet... is goed. Die wil ik. Waar haal ik dat? Vul je dat? Ja! Kijk, ik heb natuurlijk wel een adresje waar dat kan, want ik rol natuurlijk langer in deze business, maar ja, je begrijpt natuurlijk ook, dat gaat niet zomaar. Ik bedoel, loopt natuurlijk ook wat risico mee als wij natuurlijk gestolen geld daar weer hebben en... Ja, een percentage. En nou ja, je kent het wel. Nee, niet echt. Maar... Nee, je kent het niet? Nee. Het is vrij simpel. Jij stort het geld bij ons. Ja? Dan kan ik je 100% garanderen. Het is veilig. Ik laat je ook zien waar het ligt. Mm-hmm. Jij geeft ons daar een klein deel van. Als, hè? Ja. Als kosten drukken. Ja. Vervolgens is er niks aan de hand. En als je één keer je mond of wat dan ook voorbij praat, reageer je aan het mes. Dat je het even weet. Ja? Maar die heb ik ook. Het maakt me niet uit of jij het hebt of niet. Ik heb er meer dan drie. Ik heb meer dan drie guns. Ik heb tasers. Ik heb alles erop en aan. Denk je echt dat ik bang word van een mes? Ik ben gestoken. Ik ben neergeschoten. Ik heb alles al meegemaakt in dit wereld. Guantanamo. Heb je ook gezeten? Guantanamo, dat... Daar ben je ook niet bang voor. Hey, maar ik vind het een goed idee, maar even met iets minder bedreigen. Dan vind ik, dan gaan wij... Dan ga iets ik minder bedreigen? Ja. Voor mij ziet het allemaal maar als een spelletje wat dat betreft. Dit is gewoon een fucking serious business. Nee, ik wil het geld... Voor het weinig je tussen zes planken, ja? Of je zit in maat in Guantanamo en ik kan je melden, ja? In Guantanamo is geen pretje. Ja? Een uurtje per dag eruit? Nee hoor, een kwartiertje per dag eruit. Ja? Achter ons. Kom, maar dat bedoel ik dus. Laten we nou maar gewoon naar dat eiland anders toe gaan. Ja, precies. Waar? Een eiland? Ja, een eiland. En daar mag ik dan later dat geld heen brengen. Toch? Dat kan inderdaad, ja, zolang jij het onopvallend doet. Kijk, er zijn twee manieren om natuurlijk daar binnen te komen. Je kan namelijk via de voordeur, maar je kan ook duiken. En wat jij maar het beste vindt, want jij bent momenteel even mijn leermeester. In jouw geval duiken. Ja. Oké, dan gaan we daarheen. Wat is goed, laten we die kant op gaan. Ik denk dat we deze kant op moeten. Helemaal goed. Let's go. We moeten nog een klein stukje deze kant op lopen en dan zijn we. Loop even door en kijk ook een beetje om je heen, want ik vertrouw het allemaal niet. Het is gewoon openbaar. Het is het havengebied, of niet? Is dit een school? Ja. Ja, dit is die universiteit of iets. Ik van hier kan je dan een beetje sporten en shit, maar... Okay. Ja, nee. We klimmen even hier gewoon overheen en we moeten even geen aandacht trekken hiervan. We klimmen hier even overheen? Ja, kom, hup. Ik kan je wel, hup. Oh, ja. Dat gemiep van jou ook altijd. Oh, daar is een eiland, Duffy. Dat is het eiland. Het enige wat we moeten doen is hier wel voor gaan zwemmen. Maar goed, dat kan je wel, right? Ja. Moet je een duiker hebben voor het water of wat? Nee. Nee? Oké, goed. Dan gaan we gewoon zwemmen. Heb je nou een tas bij je? Ik heb inderdaad een rugzak bij me, ja. Dat moet je altijd op zak hebben. Oh, ook al. Dat soort tips moet ik echt hebben, Duffy. Ik heb het je zo meteen met jou erover, maar ik praat liever niet in het openbaar over dit soort dingen, oké? Okay? Nee, precies. Dat is met gangvorming en allemaal. Dat is levensgevaarlijk. Oké, en waar moeten we dan precies langs? Dan gaan we gewoon via de voordeur. Dat kan op het moment denk ik wel. Ik denk niet dat er iemand thuis is. Kom maar aan hoor. Ja, ik hou niet zo van zwemmen. Heb ik nooit echt je van gehouden. Je bent niet echt snel, nee. Nee, daar hou ik niet zo van. Duffy, kom. Is het die zware armor van jou?
Ik ben meer van vliegen met helikopters en dat soort shit allemaal. Oh, ja, had ik vroeger ook een helikopter, maar die is ook alweer weg. Wacht, ho. Wat is het? Stond die deur al open? Achteruit. Hallo? Hallo? Als er iemand is, nu tevoorschijn komen. Geef je 3 tellen, dan schiet ik je dood. Ja, ik ook. Ik sla je met mijn patat. Nee, rustig. Oké. Okay. Kom verder. Ik sla ze hoor, Duffy. Nee, ja... Niet, maar bij alle deuren stonden open, blijkbaar. Ja, ik weet ook niet. Loop naar beneden toe nu. Oh, naar beneden. Wacht even. Maar waar zijn we? Dit is een eiland. En we David, moeten naar beneden. Luister. Ja. Als F5 zijnde, stel jij niet zoveel vragen. Dat ja. is waar. Oké, okay, ja, stel is goed, ook chef. Geen fucking vragen. Loop is gewoon fucking door. Oh, en dit is de geheime ruimte. Nee, dit niet is niet echt geheim, de geheime hè? Ruimte. Je dit... kijkt zo met de trap. Zeg ik, hou je smoel dicht. Oké. Okay. Je hebt een gun op je gericht, motherfucker. Lopen. Hup, die trap ook nog naar beneden. Welke trap? Hier, oh, naar ja, beneden. Ja, ik ga al. Lopen. Fucking hell, man. Is dit het? Inderdaad, hier zijn we er. Goed, we hebben hier een aantal opties, oké? Okay? Ja. Goed, we hebben hier een kluis. Ja. We hebben hier een bioscoop, die overigens nog wordt omgezet tot een drugsschuur. Maar goed, daar gaat het verder niet om. En we hebben achter hier? Die deuren zitten... En dit is, hier zit een bioscoop achter. Nice. We hebben hier dus nog een kluis achter. En dan hebben we hier dus ook nog een prison. Maar ik heb een ander idee voor jou en je miljoenen. Nou... Dit valt namelijk te veel op. Dit is namelijk heel de grap. Ik heb je hierheen gebracht en je denkt natuurlijk, oh, een kluis, dit en dat. Ja, ik goed. Denk, hier kan ik mijn miljoenen heen brengen. Fout nummer 1. Denk je echt niet dat hier een CIA zou gaan kijken, dit soort dingen? Meekomen in dit huis. Meekomen. Hup, lopen nou. Ja, opschieten. Het kost allemaal veel te veel tijd met jou. Oké, okay, ben je boos, man. Hup. Ja, dus, ben je boos? Wat denk je zelf? Je komt naar mij toe met dit soort fucking bullshit. Ja, oh, dan gaan we naar boven. We gaan inderdaad helemaal naar boven toe. Lopen. Maar daar valt toch ook op. Dat is het eerste wat ze zoeken. Ja, is dit eerst wat ze zoeken? Ik denk het wel. Denk je dat ze hier gaan kijken? Wat? Nee, tuurlijk niet. Oh, dat is een supergoeie plek, man. We gaan inderdaad kijken, hier rondkijken. Wat zou hier zijn? Pooltafels verstoppen zijn ze in hier. Deze ruimte hier, gaan ze hier iets verstoppen. Maar het plafond? Het plafond? Daar gaan ze waarschijnlijk niet kijken. Dat is inderdaad een super mooie plek, inderdaad. Ja, ik vind het helemaal leuk. Maar goed, kom even hier zitten. Ik heb even nu, kijk, ik doe jou wat dingetjes. Hoe zit jij eigenlijk? Want ja, dit is eventjes heel wat anders, hè. Maar hoe zit jij wat dat betreft met de F5 en zo? Yo, dat waren de beste tijden ooit. We hadden de mooiste posities. Jij was minister. Ik was volgens mij ook binnenlandse zaken toen. We hadden een burgemeester in het team. Precies. Het was gewoon super. En we hadden een soort van... De crimineel Dylan, die loste de zaakjes wel even op. Precies. Die tijden die mis ik, man. Want nu is het alleen maar... Ze doet één ding en gelijk bam, CIA. En... Maar luister, kijk, in die tijden was de F5, hè, inderdaad, we hadden macht doordat wij in de staat een beetje regeerden, om zo maar te zeggen. Hmm. Maar, ja. Maar, er kan ook zoiets zijn als, wij regeren de onderwereld met de F5. Ja, want ik ga geen burgemeester meer worden, denk ik. Ik ga ook geen minister meer worden. Nee. De kans dat Dylan überhaupt een job gaat krijgen bij de overheid nadat hij hier een gevangenis zit op zijn eiland allemaal... Ik denk het niet. Ik vind het een goed idee, maar daarvoor denk ik dat we eerst Dylan ook nog even moeten spreken. Want die willen we er wel bij hebben natuurlijk. En dan de andere Dylan ook. Kask. Ja, maar daar zitten nog wel wat problemen mee wat dat betreft met gang-gerelateerde dingen. Maar dat, ja, dat hebben we een ander... Nou ja, ik wou gewoon even deze het info is, hebben over jou. Ja, precies. Het is in ieder geval te bespreken. Ik ga in ieder geval afspreken. Ik zal bij jou... Waar niet hier, hè. Ga niet geld hierin brengen. Ik drop het geld gewoon bij jou binnenkort. Ja, weet je wat is? Anders kom je gewoon naar Mindtopia toe. Ik heb toen die privékelder, weet je wel, wat dat betreft kan je gewoon naartoe komen. Daar hangen geen kamers, geen geluiden, niks. Daar kunnen we gewoon de transactie doen. En vanuit daar vlieg ik wel gewoon met de helikopter anders hier naartoe. En dan zorg ik dat hier het geld veilig is. Oké. Ja. En dan ligt er ook nog, misschien niet zo slim dan, bij de El Pinkies ligt mijn wapens nog. Ja, dat is letterlijk gewoon de enemy wapensgever. Als er iets is waar ik tegen strijd, zijn het wel de El Pinkies. Okay. Dus ik vind het sowieso al geen slim idee dat je überhaupt hun wapens geeft. Want ja, jij geeft hun letterlijk een wapen die ze gewoon kunnen gebruiken tegen. Ik bedoel, jij kan hem aankloppen. Nee, ik kom een wapen halen. Ja, en dan doen ze dit. En dan? Niks. Precies, ben jij je wapens kwijt. Dus die moet ik eigenlijk dus terugpakken. Want ik weet helemaal hoe het werkt. Ik heb ook een ingang gevonden via de tunnel, het riool. Dus ik denk dat ik daar misschien wel weer ongezien binnen zou kunnen komen. Om het geef te never ever nooit je wapens af aan iemand. Behalve als je naar een overheid in kwestie moet ook... Leg ze dan op een veilige plek weg, wel in je eigen bezit, maar vertrouw niemand met je wapens. Ook mij, je moet mij niet jouw pistool geven of je mes nee, geven. Nee, maar dat geldt dus ook bij bepaalde gangs en wat dan ook. Vertrouw ze niet, ook al wat ze ook allemaal zeggen. Enig die je kan vertrouwen,
zijn oude F5-leden. Denk daaraan, oké? Okay? F5, hou dat in je gedachten. F5, ik vind het helemaal goed. Duffy, ik ga mijn geld halen en ik spreek jou dan zeer snel weer, ja? Mindtopia, hè? Mindtopia. Niet hier, je bent hier niet geweest, je weet hier niks van aan. Nee, ik spreek jou in Mindtopia. Okay, dit welk eiland, toch? Inderdaad, rustig aan. Doeg, Duffy. Doeg.